bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Zo, een hele goede morgen. Het is vandaag weer zondag. Ik ben nog even lekker met de kat aan het spelen. Met het ding waar Balletje zit, wat ze heerlijk vinden. Zet jij even de kerstboom aan? Ja, dat kan ik doen. Hey Google, kerstboom aan. Ja! Leuk speelgoedje. Ja, joh. Hartstikke goed. Hé, maar vertel eens, jullie hebben hier eens met de katten bezig, met de speling. Ja. Kijk, de grap is, dit ding, de blauwe ding, hebben we al jaren. Alle babypoesjes, kittens, vinden dat altijd fantastisch. Maar, dit grote balletje zit hier steeds in vast. Ja. Hadden we een kleiner balletje erin gedaan, haalden ze steeds het balletje eruit. Die lag maar 2 seconden beneden. Dus we dachten, ik kwam dat ding tegen in de winkel. Ik ga een nieuw ding kopen. Die klik ik er dan aan vast. Met een nieuw balletje, zodat hij niet meer uit kan. Ja, laten we zien dan. Dus ik heb een gelukt. Tadaa! Ik heb een super schattig op het doosje. En nu moet ik alleen eventjes een pakkoordje. Maar dat is een groene. Of is dat alleen je doos? Nee, juist gewoon. Oh. Tegenwoordig, dit zijn de oude versies. De nieuwe versies. Oh, dit slip ik al slip onder. Krijg je ook? Nee, dit is niet. Zo hoor. Oh, die werkt niet. Die werkt niet meer. Zo oud is die al. Die is zo vaak gepoetst en schoongemaakt. Die werkt dan niet echt meer, die andere slip. Oké, okay. Die hebben we denk ik al 10 jaar. Ik ben benieuwd. Klikken denk ik. Nee, je moet hem zo goed denk ik. Ja. Het is bij deze namelijk ook. Nou, hoe dan? Dan zo. Nee, kijk, je zit hem erin. Mm-hmm. In, kijk, er zitten haakjes. Oh, Je stopt hem erin. Even draaien. Zo. Oh ja, kijk eens. Okay. Ja, dan heb je hem erin en dan moet je hem opzij schuiven. Ja, zo. En dan zit hij ook vast. Ja? Okay. En dan, wat doe je dan? Je kan aan elkaar koppelen. Ja, kijk, deze klikkertjes. Kijk, hier zit ook al die slipvoetjes onder. Ik doe het alleen niet meer. Die klikkertjes kan je loshalen. Dan kan je blauw-groen maken. Oh ja, dat kan, als je dat wil. Nou ja, dat is wel een idee. Is dat leuk? Ik zie ook een rechte bij die ene. Ja, deze ja, die hadden we nog niet. We hadden nog geen rechte. Je kan een heel ander model maken. Dus. Ja, ik kan maar wel maken wat je wil. Nou ja, dat is ook leuk. Beetje verandering. Vooral Rosie vindt het heel leuk. Oké, okay. Nou, je Marley ligt hier ook wel lekker. Alle katten liggen hier eigenlijk wel. Nu weer Belgische Marley. Ja. Poolse Rosie. En Nederlandse Asja. Ja. Multicultureel huis. Pompomonk. Wie niet? Goed, leg jij even een figuurtje. Ja, ik doe even. Doe jij deze wel? Want deze nog niet. Leg ze maar gewoon even los naast elkaar. Ik moet hem in bochten, hè, dat die rond. Dat is leuk voor die katten. Zo. Zo. Ik heb de bal vandoor. Ja, Roosje heeft de bal weer vandoor. En waar doen we dan het rechterstuk? Nou, denk ik. Ik heb geen idee. Hij moet wel met haar sluiten. Ja, kan niet. Ja, zo, je zet dat wel. Dan kun je ze ronddraaien. Dus ze blijven liggen. En dan doe je daar. Hebben we 2 blauwe? Kun je nog een bocht daar liggen? En dan heb ik daar nog een blauwe daar. Of nog een bocht. Bij de kast. Nee, dat past. Dan moet je hem of zo doen. Ja, dan doen we dat wel. Of zo. Nou, zo. En dan doe je zo, denk ik. Ja, dan zet je daar een blauwe en hier een groene. Oké. Okay. Want dan blijft hij ook nog een beetje. Zo, en dan aan... zit hem in je klein model, anders wordt hij een heel lange slurf. Ja, en dan moet die bal erin, hè? Weg staat. Oké. Je kan ook 2 ballen erin doen. Ja, maar we hebben er maar 1. Nee, de 2 is wel een beetje de bal. Ja, maar die is te groot. Nou, maar heb je oh, nee, eerst. Oh. Ik dacht dat het groot was. Hier, je klikt het in elkaar. Nu ook gewoon, van boven naar beneden. Kijk, de dames zitten al helemaal te kijken, was dan? Ik denk ook, wat is dit nou weer, joh? Dit is een beetje, volgens mij. Kan je deze even kijken? Deze is een beetje vond. Kom nooit meer uit elkaar, dit. Die is niet goed. Ja, nu wel. Kijk, nu. Hier, dit is, deze is niet goed meer. Deze is verbogen, kijk. Die is verbogen. Roos krijgt gelijk. Nee, nee, Asja, ik heb 2 ballen.
Maar kijk hier op die. Ja, vast. Die voor de bloem. Andersom. Balletjes omdraaien. Balletjes omdraaien. Ja. Kan je dat doen? Ja. Zij dus de. Eentje losmaakt. Hé, hey, dit klopt niet. Dit klopt niet. Nee, dat klopt niet. Je hebt het zelf in pakken. Ja, maar. Ja. Ja, die kant wel, andere kant in. Oh, ik zat op de staart. Laat even los dan. Asja. Laat even los dan. Asja. Zo. Oké. Nou, nu zou het goed moeten gaan. Zie dan die. Oh, kijk. Zo. Hé, hold. Oké, okay, je hebt de afgelopen week ook gewogen, hè? Vertel eventjes. Hoe zwaar de dames zijn nu? Ja, want dat is even uit mijn hoofd. Ja? Zij was 35-35. Dus 3,5 kilo. 3,5 kilo, ja. En ze is nu hoe oud? Een half jaar. Half jaar, ja. Oké. Okay. Dan heb ik alleen mijn telefoon bij de hand, dus weet die andere niet zo goed uit mijn hoofd. Toen zij namelijk een half jaar was, zodat ik die twee even met elkaar vergelijk. Want ze zijn allebei... Minkhoentjes, zelfgesmoord. Ja. Dus zij is nu een half jaar, zij is een half jaar een tijdje geleden geweest. Toen heb ik haar ook gewogen en toen was ze maar 32 gram. Okay. En zij was 35. Dus zij was met een half jaar zwaarder, groter dan... Ja, maar Marley is ook gewoon veel lichter. Alleen Marley heeft heel veel haar en dat heeft zij nog niet. Oh. Dus daar wordt wel langzaam steeds breder. Ja. Maar Asja staat ook. En ja, deze is nu op 3800 gram en deze is op 3200 gram. Dus die gaat ook goed? Die gaat, het gaat allemaal hartstikke goed. Ze groeien per keer niet normaal. Nou, dus dit balletje gaat goed. Het gaat ook helemaal goed met ze. Dan zag ik nog een andere doos die we even konden uitpakken gelijkertijd. Ja. Laten we eens even zien. Ik heb een kerstpakket gekregen. Wow. En ik heb geen idee wat erin zit. Dus het truc is, zullen we gewoon gaan kijken? Ja. Ik weet niet of het gaat. En achteren. Als je er lekker mee gaat. Ik ben heel benieuwd. 1, 2, 3. We zien heel veel. Oh. Oh, het is een echt kerstpakket. Het is een oldschool kerstpakket. Ja, met een brief. Met een brief. Best personeel. Ja. Mag ik open? Kijk maar. Nou, we hebben hier. Oeh. Dit. Van die zout. Hier heb jij snacks olijven. Oké. Okay. Okay. Netjes uit. Dit zijn broodjes, denk ik. Ja. Lekker. Leuk. Is het echt gewoon een dankjewel voor al je inzetten. La la la. Hey, super lief. Wow. Wow, kijk, een lekker flesje. Een flesje. Is, en wat is het dan? Iets. Chocolate. Chocolate. Altijd lekker. Zo, jeetje. Alcoholvrije daiquiri sprinkling drink. Een of andere kopje. Tomatenthee beneden of zo. Tapenade. Tapenade. Melkcookies. En dan kun jij in een kopje hangen. Kopje? Ja, kijk, dan kan je aan je kopje hangen. Oh, leuk. Wat is beter af? Dit zijn glazen. Dit zijn twee glazen. Ligt ook een beetje. Ja, is het. Hier eraf. Hier heb je bloemenchips. Lekker. En dat zijn echte. Kruidje. En made chippies. Die zijn lekker. Oh, wacht. Een kleurpakket. Nee. Oh. Dat zou jij niet zien. Het is een plank. Plank. En dan kun je je kaas op leggen. Leg die op schrijven. Dus oh, kun je oh ja. Oh, dat is leuk. Een serveerplank met krijt. Dus je kan er hapjes op leggen en kan je er ook nog op schrijven. Nou, oké. Okay. Leuk. En heel origineel. Die hadden we nog niet. Nee. Dus. Geinig. Leuk. Ik ben benieuwd. Grappig. Wat hebben we hier blazen? Wat zouden we dan doen? Niets. Wel samenspelen, hè? Lief samenspelen. Nou. Super. Dat is hartstikke leuk. Nou, lekker. Ja. Is er echt een cocktailglaas of zo? Van die. Hier heb je ook nog chips. Zijn die open? Nee. Oh ja. Het is gewoon in een andere zak nog. Dus wat heb je nou? Pak jij maar lekker uit. Wij gaan dan met het nog eten. Ja. Nou, we lopen buiten. Ja.
Ja. Aan de wandel. Even aan de wandel. En hoezo zijn we aan de wandel? Nou, ik heb gezien dat bij het tankstation dat we een paar parfumetjes kunnen sparen. Oh, is het weer zover? Yay! Wow! Maar die zegeltjes zijn vol. Oh, nou dan kunnen we ze inleveren toch? Volle kaart, ja precies. En met die volle kaart krijg ik een code. Maar die moet ik dus inleveren bij het tankstation waar ik ze ook gekregen heb. En met die codes kan ik op internet parfum kopen. Maar normaal kon je toch gewoon in de winkel kopen? Ja, ik weet ook niet precies hoe het zit, maar nu moet het online. Dus dat gaan we doen. Hé, paardentrainer, staat een paard in. Wauw. Zat een paard in? Ja, zat een paard in. Ik zag het niet. Kijk. Oh ja. Ja, met paard. Zit een paardje in, nou wat goed, weer dit. Even wachten. Bij het kruispunt wachten. Ja. Wow. Oh, het is eigenlijk best rustig. Ja, het is niet zo druk. Nee. Maar ja, het is zondag, nou ja, hè? Zondag, ja. Het regent een klein beetje, niet super hard. Maar het is ook niet dat het droog is. Nee, helaas. Nou. Oh, welke manier ben je bezig? Oh ja, nou ja, bij het huis. Laten we even omruilen, want dan kan ik het makkelijker voor jou filmen ook. Okay. Zo. Welk parfum ga je kopen dan online? Nou, dat weet ik dus nog niet. Oh, maar dan moet je eerst die code hebben en dan kun je zien hoeveel korting krijgt op die parfum. Maar je kan toch aan de achterkant zien hoeveel wat parfum er is? Nee, ja, bij deze wel. Oh. Maar er zijn er veel meer en dan staat er voor de code in, dan krijg je de korting. Oh. Ja, nou. Maar normaal konden we altijd, want ik heb op mijn kussen, niet mijn kussensloop zelf, want die hebben we gewoon online gekocht. Mijn kussen komt ook van het tankstation af. Ja, klopt. En van mama ook. Ja. Die hebben ook daar halen. Ja, die konden we gewoon daar halen. En ze hebben heel vaak dat je dan kussen slopen of zo kan halen en zo. Ze hadden afgelopen keer hadden zo'n kussenbeer of zo. Ja, een beer waar je een kussen van kon maken. Ja. Maar die was heel dun, hè? Ja, daar had je niks aan. Nou, dan hebben die ook niet genomen. Dus we zijn er nu bijna. Ik voel nu mijn hand echt gaan verzuren, mijn arm. Ja. Natte gras. Ja, nou ja. Ja, denk het ook. Maar we zijn er bijna. Het is daar. Ja, daar. Ik wees heel mooi naar de muur toe. Naar de wasstraat daar zo. Maar daar zit het. We gaan namelijk naar de haan toe. Dus ik laat weten hoe het is gelukt, ja? Ja. Oké, nou, we staan binnen twee tellen ook weer buiten. Ja, het was een hele nutteloze actie. Ja. De grap is, ik kom bij die kassa. Ik geef mijn volle spaarkaartjes, die ik van hun al vol heb meegekregen. Alleen dan moest ik de stickertjes er nog zelf in plakken. Yep. Dus ik krijg een leeg kaartje met 6 stickertjes. Dan ga ik naar huis, dan plak ik die 6 stickertjes op een kaartje. Dan loop ik die naar het tankstation. En dan krijg ik een ander kaartje. Ja, en daar zit dus de code op. Ja. Die we weer in mijn computer thuis of ergens waar ik wil invoeren, weer moet invoeren. Dus het is niet logisch. Nutteloos iets. Maar goed, niet logisch. Ik heb 6. Waarom geven ze niet gewoon meteen mee? Geen idee. Maar we hebben ze nu wel. Ja. Dus beetje zinloos. Ja, ik ben heel benieuwd. Je zag wel echt een heel groot ding waar allemaal al die parfummetjes in stonden. Ja. Ze hadden er een paar daar op voorraad en de rest is allemaal online. Ja. Maar online hebben ze veel meer assortiment. Dus we gaan daar. Ja, dat is waar. Maar laten we maar even gaan kijken en nu weer richting huis lopen. We zijn er bijna. Zover is het tankstation niet lopen. Nee. En het is ook weer goed voor lopen. Waar is het goed voor? Conditie heet dat. Ja, zo. Voor mijn conditie inderdaad. Nou ja, zo'n slechte conditie heb ik nou ook weer niet. Even lekker frissen naar huis. Ja, dat is ook waar. Dus nu richting huis weer. Wat zijn jullie aan het doen? Wat zijn jullie aan het doen? Ja. Opnieuw. Oh, kom hier omhoog. Oh. We zijn... TikTok filmpje aan het doen. Ja, ik doe het op Funimate. Dat is een ander platform, lijkt erop. En daar doen we dit bekende nummer wat nu eigenlijk heel viral gaat. Op TikTok en zo. Oké. Okay. Oh, doe weer verkeerd. Oh. Nog één keer, ik kan hem. Ja, oefen dan eerst even spelen. Ja, dat hebben we al 100 keer gedaan. Ja, joh. Oh. Doe gewoon een keer verkeerd. Oké, okay, we krijgen nu weer reclame heel lang. Ja, reclame. Ja. Reclame. Ja. Oh. We hebben Chris. Ja. Ja. Ja.
zo dat hij gespeeld. Oké. De was beter. Ja. Ja, die was beter. Nu krijg ik weer reclame. Oké, nu opnemen starten. Oh, dat was nog niet. Oh, dat was een oefening. Oh, die heeft TikTok. Okay, ja, dat is TikTok. Zo. Ja. Oh, my ladies, break your back, spleen. Ja, we gaan niet slapen nog. Nee, ja, maar dit is voor je eigen TikTok. En dan even de duidelijkheid, want er zijn 100 accountjes onder, allemaal neppers. Ik heb er eentje zonder profiel. Dus iedereen met een profiel ben ik niet. Nee. En mijn account heet gewoon Boelie Marijs. Dus en dan gaan nu dan zo meteen pas één filmpje op. Ja, wij gaan alleen maar samen video's plaatsen. Ja, want elke keer word je afgegooid. Elke keer word ik er gewoon afgegooid, omdat ik blijkbaar te jong ben. Dus al die andere accounts zijn allemaal nep. Dat zijn allemaal spammers. Ja, allemaal andere mensen die misbruik maken van jouw filmpjes. Yes. Oké, nou. Dus maar we gaan nu deze proberen nog te doen. Wat ben je nou weer verkeerd? Ja, zo. Ja. Oh, al bij gitaar. Al bij, wacht even, voor je hem aanzet. Ja. We deden achter, laag, zij, die zij. Ja. Rock. Snap. En dan? Die, en welke hand deed je dan rechts omhoog? Oké, rechts omhoog. Ja, rechts omhoog. En dan we allebei dezelfde doen. Ja, rechts omhoog. Ik sta een half uur doe ik dat. Ik kan niet meer omhoog. Oh, push. Oh, je boeien. Denk die poesje. Ja. Oh. Nu moet hij goed. Nu in één keer goed. Ja, komt ie. Nee, ik ga niet voor één keer. Kom, echt waar? Ja. Jongens, toch niet normaal. Nou. En nu strak, hè? Ja. Ja, goed tellen. Ja, goed tellen. Ja, maar hij gaat niet uit. Kun je eens kijken of de mobiel doet misschien? Oh my ladies. Ja, dat zag er beter uit, zag je het? Ja, wil je het nog een keer doen? Wil je kijken? Nog een keer of niet? Zet je er maar op? Ja, moet je nog? Gewoon de eerste samen zonjes. Ik
schrijven wat leuk. Dan weet je tenminste dat... Onze eerste video... Dan weet je tenminste dat dit van jou is. Onze eerste video? Ja. Ja. Oké, dan doen we dit zo. Zet eventjes dan... Hoe werkt dit? Hoppatee. Hashtag over 3 weken pas weer lopen. Ja, ja, dat is wel even anders. Zullen we, wil je hashtag hier erbij zetten? Oh, mama doet ook mee, wat leuk. Ja, kom. Wil je ook meedoen? Kom. Even mee. Ja, kom. Dit is heel makkelijk. Ja. Let op. Ja, kom. Dit kan je ook. Ja, ja, oké. Maar dan moet je even kijken, want je weet niet wat je moet doen, denk ik. Nee, denk het ook niet. Het zijn maar 5 minuten. Ja. Naar achter, naar beneden, opzij, gitaar, snap. Oh, 1, 2, 3, draaien, afspraken. Dat krijg je wel. Ja. Maar dan tegelijk. Ja. Okay. Ga je mee nu? Kom, kom mee, we kunnen vast staan. Even... Doe het me nog even een keer voor dan. Ja, even poes eruit. Is weg. Nee, poes. Voel je dan mijn benen hoor? Ja, dat voel ik ook. We doen het namelijk al 30 keer. Hij krijgt morgen niet meer hoor. Nou. Oké. Okay. Keer. Het is wat echt niet deze. Ja. Ik ben al kwijt. 1, 2, 3, hand omhoog. Nee, deze. Ja, deze. Dus 1, 2, die hand omhoog. Nee, deze. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar nu moeten jullie even goed in volgorde staan, anders komt Sonja niet in beeld. Of... Ja, wel, ja. Sonja. Het is een heel smal beeldje zo. Ja, gaat het lukken? Kom eens weer naar die kant, ja, Son? Ja, oké. Ja, zo? Ik denk het. Ja, ik ben heel benieuwd. Dan moet je gewoon een beetje op zo blijven. Zo ja. Zo is het oké. 3, 2. Kijk, ja. Nog een keer voor het laatste. Nou, ik ben wel goed. Ja, kom maar. Ja, 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 ja. Eenmaal meegedaan. Een stapje naar voren. Fout. Je moet vaak maar niet doen. Ja. 100.000. Oh, ja. Jij was veel te vroeg. Ik wil zien, kijken. Ja, was veel. Oké. Okay. Deze moet goed gaan.
Heel goed. Nu. We hebben 10.000 keer gedaan. Ja? Ik kan niet meer nadenken. Ik heb wel. Moet je bestellen? Oké, die staat erop. Dus je hebt er nu 2 opgezet. En die andere die moet nog even plaatsen. Oké, en nog even vertel even wat kijkers van te zijn. Wat gebeurt er nou? Nou, dit is dus onze account. Bobby die maar reist gewoon. Even inzoomen, want al die anderen zijn neppers. Ja, dit is onze account. We hebben ook nog geen profiel. Zoveel volgers hebben we nu. Ja, maar dat komt omdat elke keer... Mijn account wordt geblokt. Ja. En hopelijk als ik het samen met Sonja doe, dat het dan niet geblokt wordt. Oké. Want dan hebben we gewoon meer kans dat ze mij niet jonger aanschatten. Dus we gaan het helpen. Maar die anderen zijn allemaal nep, hè? Ja, de anderen zijn allemaal nep, want er staan heel veel andere accounts van mij op TikTok. Maar die, er staan geen video's van mij op, alleen maar van YouTube. Ze hebben ze allemaal afgehaald. Ja. Dat zijn allemaal zwartmaakvideootjes. Ja. Oké, nou goed. Voor deze is hij wel echt. Ja, deze is in ieder geval echt, ja. Leuk. Nou... Daar zitten we dan. Ja. Ik heb even de boel naar beneden gehaald. We hebben de afgelopen tijd wat Pokémon-dozen besteld. En zoals jullie weten, zijn die heel lastig te krijgen. Dus als je binnen hebt enzovoort. En we willen natuurlijk heel graag dat jullie meekijken wat er allemaal uitkomt. Ja. En daarom het volgende. Welke doos... Moeten we nou als eerste open gaan maken? Precies, want we zitten nu een beetje met een dilemma. Wat gaan we openmaken? Als ik bijvoorbeeld kijk naar... De Celebrations... De Celebrations. Dit is hoe? Serie. Onze Celebrations. Ja, we hebben er 2. Blauwe. Yep. Dit is de Celebration Pin Deluxe en dan met de Pikachu erbij. Is de Flying Pikachu? Ja, de Surfing Pikachu. Dus die. 2 stuks. Of hebben jullie liever de... Pikachu, de Celebration Special Collection. Ja, met de Giant Pikachu 4 Union kaart. Dus zeg maar de 4. Ook daar hebben we er 2 van. Of hebben jullie liever de Dark Sylvanian Celebrations. Ook van Celebrations, uiteraard. Ja. Want die serie vind ik wel echt heel erg leuk. Dus misschien die roze. Dus we hebben blauw, geel, roze. Roze. Laat het gerust weten. En daar heb ik natuurlijk ook nog een Elite Trainerbox van. Ik ga hem even andersom doen. Elite Trainerbox van. Ook van Celebrations. Dat zou ook nog kunnen. Zet ik even bij de Celebration series. En volgens mij, even kijken hoor. We hebben ook nog wat andere Elite Trainerboxen. Oeh. We hebben 2 Fusion Strikeboxen. Yep. Ja? Alright. Of je kan ook van de Fusion Strike. Even kijken, zo deze. Ja, hebben we ook de Boosterbox nog van? Boosterbox, dus dat zijn 36 pakjes. Yes. Dan hebben we ook nog de Boosterbox van op z'n kop. Dit is ook de Fusion Strike. Die hoort bij deze. Zo. Dit is Fight Voltage of. Wat is dat? Vivid Voltage. Oh, Vivid Voltage. Of Ceiling Rain. Zo. Of, wat hebben we hier nog? Een Rebel Clash. Een Rebel Clash. Ook een boosterbox. 36 pakjes met 10 kaarten erin. Dat zijn er best wel ook. Ja. Of, tadaa. Een Evolving Skies. En die trainerbox. Die is ook heel mooi. Of misschien wel de klapper van de avond. Oh, dat is moeilijk te zien. Even kijken, ja, het is moeilijk te zien. Dit is de Sword and Shield. Want volgens mij is dit de premium trainerbox. En die is van Zarkadian en Zamazenta. Zamazenta, die vind ik echt heel cool. En hebben we nog 2 misschien andere. Laat ik hem wel gewoon dicht. Dat is ook wel mooi. En als laatste
heb ik hier nog een battle deck. Wauw. Die is natuurlijk niet zo heel spannend, omdat je weet wat daarin zit. Ja. Maar. En dan hebben we nog twee laatste. Precies. Waar we die gele box van hadden, hebben we ook een roze doos van. Ook wow. Van hiertoe. De Vien Union. Ah, en deze. Oh. Ik vind deze wel echt het mooiste hoor. Die vind ik ook geweldig. 270 als kat, is echt wel heel veel. Ik vind deze echt super mooi. Dus aan jullie de vraag. Welke gaat het worden? Ja, welke gaat het worden? Spoel gerust het filmpje 4 keer terug om te kijken welke naar je favoriet is. En schrijf natuurlijk hieronder in het filmpje. Yes. Zet in de comments welke je wil en dan gaan we die de volgende keer voor jullie uitpakken. Yes. Zo, nog eventjes mijn haar kammen voordat ik naar Expeditie ga kijken. Vandaag de finale, dus ik vind het echt super spannend. Ik kijk al sinds de eerste aflevering naar Expeditie Robinson, dus ik vind het super spannend. Vandaag hebben we natuurlijk nog wat dingen thuis gedaan, nu dat we niet naar buiten mogen, niet zoveel kunnen doen. Natuurlijk met de lockdown die we nu hebben. Morgen de eerste dag van mijn vakantie, woehoe! Een weekje eerder natuurlijk, door alle coronamaatregelen. Dus ja, we moeten het maar mee doen een weekje eerder. Dus ga ik ook lekker van genieten. In ieder geval, ik hoop dat je genoten van deze video. Ik in ieder geval wel en zeg ik tot de volgende video. Doei doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!